Zo, gezellig met een aantal Salesforce gasten in de auto. En ik zie hier een enorme Tesla smile. Hoe voelt dit? Ja, maar dat zijn drugs op de weg. Ik ben helemaal enthousiast. Ja. Ik vind het heel leuk. Had je al eerder elektrisch gereden? Had je eerder wat elektrisch gereden? Nee, nooit. Nee. En hoe voelt dit? Ja, het voelt helemaal... Maar het is die trekkracht, jongen. Dat is echt gewoon een kick. Dat is echt gewoon... Dat voel je gewoon... Ja, dat voelt zo goed. En mis je het geluid niet? Nee, hier mis je het niet. Ik vind het heel raar als je op de parkeerplaats staat en die auto's komen aanrijden. Dat vind ik iets magisch. Ja. Ja. Was het nou anders dan je had gedacht eigenlijk? Ja. En wat is er anders? Nou weet je, dat heb ik altijd van de Tesla gevonden. Ik vind hem aan de buitenkant helemaal niet zo sexy. Niet sexy? Nee. Nee. Dat is eigenlijk normaal. Ja. Maar dat is misschien ook wel zo leuk eraan. Dat hij gewoon van binnen echt gewoon voelt als het iets... Mega's, ja. Nou, je bent een bijzondere vrouw. Er zijn niet zo ontzettend veel mensen die dit ding niet sexy vinden aan de buitenkant. Dus dat is wel mooi. Ja, ja, maar dat geeft niet. Ja. Dus, Oké, nu je dit gezien hebt, geloof je nu dat... hoe denk je nu over de toekomst van rijden? Nou, ik geloof altijd al in elektrisch rijden. Altijd al? Ja, maar dat komt misschien omdat ik... Nooit in gereden? Nee, maar ja, misschien komt het omdat ik bij de netbeheerder werk. Dus, dus, je bent gebrainstormd. Ik ben gebrainstormd. Ja, gebrainworst. Okay. Gebrainworst. Als je 3 doet, dan krijg je de van kilowattuur, als je kilowattuur naar pk is 1,3. Ja. Ja. Dus, dus hij remt gewoon af en dan gaat alle elektriciteit weer terug. Ja. Wat rij je nu? Ik rij een i3. Ah, nou. Dus maar fantastische auto. Ja. Fantastische auto. Echt gewoon de echte, de beste stadsauto. En ook gewoon überhaupt een geweldige elektrische auto. Rijdt heerlijk, mooi, open, klein. Je hebt ruimte en het is stil. Oh. Dus daar was ik aan gewend. Ja. Maar ik was heel erg benieuwd naar wat dit doet. Zeg maar. dat is de Tesla smile die je nu hebt. En hoe voel je dit verschil? Wat vind je van het verschil? Ik vind het qua acceleratie. Nou ja, gewoon qua rijden van een BMW versus dit. Ik vind het allebei eigenlijk heerlijk. Ja. Het rijdt heel prettig en vooral de stilte is top. Kijk eens, wat hebben we hier? De vierdaagse is al... dit is een vierdaagse, daar heb ik net ook gereden. Anders nog wat in te halen. Ja. Nou, even rustig. Laat die man even gaan, laat die man even gaan. Er komt toch niemand achter je aan. Dan kun je nu even kun je al die studenten eventjes net een beetje blij maken. Ga je gang. En die andere die doet het dus. Ja, maar die andere die extreem die doet nog 2 keer zo snel. Ja, dat is echt helemaal. Dan verlies je ook weer een beetje. Dan verlies je ook een beetje weer de je gevoel van. Ja, dat is toch wel heel goed. Oeh, je geeft op de stoep. Ja, ik reed een beetje op de stoep. Ja, oké, nee, weet ik. Een BMW is rustig. Ja. Het is toch wel een beetje Toys for Boys ook. Maar misschien ook wel voor girls, dat weet ik niet. Ja, nee, we hebben hier een girl in de achterkant. Echt helemaal geen probleem, hè. Echt, Ja, blijf maar gaan. Een beetje van auto. Ja. Wat zei je? Unbelievable. Ja? Ja, dit is wel leuk. Ja. Ik zal hem hier zo even ergens... Ja, zet hem hier gewoon even neer. Dan daar kun je gewoon Ja, wat is voor jou de conclusie? Ja, fantastisch. BMW i3, perfecte auto. Ja. Perfecte auto om mee te beginnen. En dan moeten we doorgroeien. Oké. Nou, ik moet zeggen... Waarom maak je nou die noodstop? Even voelen hoe dat ging. Nou, ik heb een Carrera 4S. Zo. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik ben erg gewend hard te rijden en heel erg op die rem te kunnen. Ja. Dus ik ben erg benieuwd hoe zijn Tesla al remt. Oké. Dus ik nou even... Eerste... Nou ja, laat hem eerst even proberen. Dat is, ik denk dat ik terug moet, hè? Ja. Ja. Oké, dus een Porsche. Dus ook een beetje wegrichting kunnen we ook heen. En wat is dat voor een Porsche die je hebt? Een 4S. Een 4S. Een 911 4S. Dus 911 4S. Vierwiel aangedreven. Oké. En dan de snelste. Nou, ik neem aan dat je kan rijden, dus dan geloof ik het wel. Dan laat ik mijn auto in jouw handen. Nou ja, je moet het even wennen aan zo'n auto. Ik ben niet zozeer dat ik bang ben voor een ongeluk, maar het helpt je gewoon zeg maar dat je in je stoel blijft zitten en niet dat ik bij jou op schoot zit. Maar je bent niet gauw onder de indruk, dus dat is mooi. Maar je moet eigenlijk eventjes even die...
Dan moet je inderdaad eventjes zo nog even die extreem meenemen. Dat is denk ik wel handig voor jou. Oh ja? Ja. Denk je dat? Nou, ik vind dit al een vreselijk mooie sensatie, moet ik zeggen. Ik ben aardig wat gewend, maar... Ja, je vertrekt ook geen spoor. Het gaat echt gewoon, je rijdt gewoon heel rustig. Dan... Je rijdt nu harder dan ik ooit gereden heb in deze auto, maar dat is prima. Oh, het is rood. Dat gaat goed. Oh, die Porsche-rijders, ja. Dan moet ik trouwens naar... Ja, we moeten naar rechts. Ja, dat had ik even moeten uitvragen. Ja, Nee, ze denken dat een BMW-diesel, dat kan ook nog wel. Ja, maar het aardige is natuurlijk wel met zo'n Tesla dat je een Porsche-achtige performance hebt. En met waarschuwing, we gaan hier even rechtdoor. En terwijl je dat... Nee, we gaan hier gewoon... Ja, we moeten hier op een gegeven moment rechtsaf, want ik moet... Ik ga gewoon terug, dan ga je zo meteen nog even mee met die extreemversie. Ja, dat is echt... Hoe waren je eerste ervaringen zo? Ja, ik vind het een sensatie, moet ik zeggen. Ik ben echt geen elektrische rijder. Ik geloof wel in elektriciteit, maar ik geloof eigenlijk nog veel meer in waterstof. Dus dan een stap verder. Ik was eigenlijk al een beetje tegen. Het is echt zo'n benzinevreten. Ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, weet je, het is wel een mooie sensatie. Het is echt... En dan ga je zo meteen in de auto rijden en die twee keer zo hard trekt. Ik ben echt een auto gewend, die grond van achteren, die brult en dat, maakt geluid. En dat gaat vreselijk hard. Ja. Maar dit haalt het ook, hoor. Is het waar? Ja. Ik ga je zo meteen vertellen waarom waterstof niks wordt. Oké, dus daar ben ik heel benieuwd. Ja. Dat wordt echt niks. Ik merk wel dat hij veel gewicht onderin heeft. Als je hem in de bocht... Hij ligt heel stabiel, hij ligt heel goed. Ja. Maar je merkt gewoon dat hij veel gewicht heeft. Dat hij trekt echt aan die auto. Ja. Maar het is 2000 kilo, hè? Dat is echt... dat merk je wel. Maar het is wel lekker rijden ook. Ja. Ik ben wel benieuwd als hij zo meteen in die andere... want dan is dit echt wel een goede kandidaat voor een twee keer zo harde... Dan gaan die mensen van Tesla die gaan wel een beetje uit hun dak, denk ik zo. Ik ga er best graag uit. Ik ga wel bijna in het kamer, zo lang ken ik je nog niet. En jij werkt voor wat? Voor groengas. Oké, okay, ja. Nou, dankjewel voor deze ervaring. Ja, yeah, that's what we call the Tesla smile. That's the one you just said, the Tesla smile. I also have a red lipstick for this Tesla, for the red Tesla, yeah, to have a red Tesla smile. Yeah. So now go to the stop at the stoplight. Yeah. So go further, and stop now. Stop. Yeah. And I'm press the gas. Yeah, press it. Yeah. Very good. Okay, and release. Woo. And this is the slowest Tesla there is. Yeah. Yes. Yeah. So the other ones. We go left here. That is basically saying how much more than the speed limit you're doing. How much more? Yes. Okay. Yeah. It was still green, so it's... Yeah, go. Yeah, it's like challenging, you know, to... Wow. We turn right here. Yeah, okay. We turn right here. Yeah. You think it's challenging? It's challenging in means of when you see the 50 kilometers limit. Yeah. And when you haven't got accustomed to this car. Uh-huh. I know it's like the first... Actually, it's very easy to drive for the first time. Because usually when you drive the car, any car for the first time, it's more frustrating than this experience, I would say. Yeah. It feels more comfortable. I'm happy to hear that. He also made a Tesla smile. Yes. As if he was to you. That was the Mini. That's the one you passed. Yeah. Okay, we can stop here. So was this your first electric experience? Yes, the first electric. I was going by BMW, electric BMW, but not as a driver, as the passenger. Yeah.
Yeah, and of course I was going by Tesla as a passenger as well, but this was really amazing. Yeah, and is it different to be a passenger or to drive it? Yeah, exactly. Yeah. And today I went with my friend on her Porsche to Zandvoort and back. And this was quite exciting, but I must say that this experience is even better. Okay, thank you. Yeah. I don't hear anything. Yeah, you don't have, and we don't have a noise generator. We basically, we don't like that. I don't like that. I love the peace. I love the silence. I love it. As a driver. And it's never a problem for passengers outside, except for the parking. If you do parking less than 5 kilometers an hour, but for the rest, it's just a pleasure. Just like, go, 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 go. Yeah, go, 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 go. And then you can see it will warn you. Go, 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 warn you. And the thing will warn you that you're basically getting too quick. It basically, well, you stop already. Otherwise, it will say, "Hey, you're going to have a collision. Yeah. Please, please pay attention. Now, stop here. Stop, stop here, so that you can basically enjoy. Let him go for a second. Take a deep breath and press the gas. Yeah. And this is the slowest Tesla there is. Oh. Wow. Waar is dat lampje nou? Ja, ja, ga maar door. Ja, als je gewoon in de buurt komt, dan gaat hij... Dat is ja, maar hij gaat als je echt, echt hard op af... Als je, if you go quick, then it basically starts beep, beep, beep. But it calculates how dangerous it is, what you're doing. It's that's my first drive, so I thought, keep it... Yeah, that's good. That's good. Complete. Like I felt it in the chair as well. Yeah, it's vibrating. Yeah. If you don't, stay on the middle of the road, it basically starts warning you. You have to basically like this. Yeah. But if you use the blinker lights, then it doesn't warn you. Yeah. Straight on. Yeah. So nicely under the arena. Ook ingebouwde flitsmeister. Flitsmeister. So, hoe vind je het rijden? Ja, fantastisch. Echt heel erg goed. Heel soepel. Voor een eerste keer is het zo makkelijk. Ja, dit is echt... Easy. Really easy. I miss the noise though. That's personal. Yeah, well, I love not having noise. I would never. Well, it's much more peaceful, so it's less tiring, of course, when you're doing long drives. Let's see if it works now. So that's good. But you're so used to it, and of course, I guess you get disused from not having the noise. Oh, so quickly. Yeah. Nog eventjes snel laten zien. Wat rij je nu voor een auto? BMW. BMW. Welke? 5-serie. En hoe zou je het vergelijken, die twee? Ja, tussen een tamme eend en een wilde gans. Wie is dan de wilde? Zijn wij dan? Is dan deze de rustige auto? Nee, dit is wild, maar op een hele, hele beschaafde manier, zou ik zeggen. Je kunt er ook heel rustig mee rijden met deze. Dat is echt, dan kom je er ook heel kalm en dan kom je helemaal... Oh. Dat zou ik er niet mee doen. Ja, maar is dit je eerste elektrische ervaring? Ja. Oké. Okay. Ja, hoe denk je erover nu dat je dit hebt gedaan? Ja, dat smaakt naar meer. Dus, Er komt ook een hele mooie BMW, BMW 5, i5 en dat soort zaken. Dus BMW is heel serieus bezig met elektrisch. Echt heel serieus. Ga je maar rechts, dan stoppen we hier even. Dat is echt, dat is echt het enige Duitse merk wat echt super goed bezig is. Goh, dan gaan we nu eens kijken, hoe lang ben jij? Ik ben 1,93. Oh, 1,93. Nou, dat valt ook kunnen. Ja, joh, ik zit prima. Dus, ja. Zo. Hoe voelt dat vergeleken met een Peugeot? Anders. Nou ja, het is waanzinnig. Het is absoluut waanzinnig. Deze auto weegt 2000 kilo. 600 kilo batterij en 1400 kilo de rest van de auto, zeg maar. Ik heb een oude Range Rover in mijn garage staan. Uh-huh.
qua gewicht is dat ook zoiets. Ja, ja. Maar dit rijdt en die trekt ook zo. Nee. Je moet ze eerst even laten gaan als je wil accelereren. Moet je even rustig. Als je die rem even nu loslaat, zo die gaspedaal loslaat, dan voel je dat hij sterk op de motor remt. Ja, ja. Ja. Ja, enorm. Ze laat hij de batterij ook weer op. Ja, laat hij ook de batterij weer op. Ja. Dat is echt. Mooi hoor. En dit is de langzaamste Tesla die er is. Hè? Oh, kijk, hij waarschuwt je nu dat je echt gewoon te dicht bij die andere auto komt in de buurt. Dan zegt hij er wat van. Dan zegt hij er wat van. Ja. En hier zit jouw navigatie voor dingen. Ja. Je mag hem toch even voelen. Hè? Hij ligt echt als een dweil op de weg. Als een? Nou, gewoon als een natte dweil. Ik krijg hem gewoon niet. Rechtsaf. Een natte dweil? Dat klinkt niet positief. Nee, niet positief. Maar je bedoelt, nou, voor mij natte is het dweil positief. Is, niet, ja, is een natte dweil positief? Qua wegligging voor een auto, ja. Ja. Voor mij wel, ja. Ja. Maar hij ligt gewoon goed op de weg. Hij ligt echt, ja. Ja, ja, oké. Okay. Not it well. Kun je eruit knippen dan? Nee, 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 dat laten we er een keer in zitten. Okay. Dat is echt leuk. Ja. Maar hoe voelt dat zo? Van, ja, het voelt goed. Het voelt prima. Ja. Eerste elektrische rijden ervaring? Ja. Oké. Okay. En wat denk je ervan? Wat je ervan dacht en wat nu als je een keertje in zo'n ding gereden hebt? Ja, het is... Het is heel comfortabel, het is heel, hoe zou ik zeggen, het is heel makkelijk te rijden. Het zit vol met toetsen en bellen, dus dat is op zich. Nou, ik vind vooral dat hij lekker simpel is. Je hoeft echt niks te leren. Nee, het is je gewoon, rijdt er gewoon in weg en. Je toont gewoon het gaspedaal, je bent vertrokken. Ja. Even kijken, dan kom je weg. Hij laat het jou zien. Dus je moet eigenlijk hier uit. Als ik hier af moet. Maar nee. Hij geeft nou niks meer namelijk. Huh? Nou, ja. Ah ja, nou zegt hij dat. Ja, maar we gaan dadelijk overbruggen. Ja, what is your conclusion? Your conclusion? Ja, this is like back to the future. Back to the future. And for you, what is the conclusion for you? When I'm recalling the cars which I started to drive when it was a nightmare. When you start to drive, you need to concentrate so much on everything. Yeah. What do you have it? Now it's now simple. It feels like it's okay, ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much.